Hoe herken je dat je last hebt van naakslakken? Naakslakken die vreten gaten in bladeren. Hier is dat te zien in hosta. Hosta is favoriet bij een naakslak en er wordt volop van gevreten. Hoe je het ook kan herkennen zijn de sporen die ze achterlaten. Als je het blad in de zon draait, zie je de slijmsporen die een naakslak achterlaat. Naakslakken zijn nachtdieren. Ook op donkere dagen komen ze wel eens naar boven. Maar overdag in de zon zal je ze niet snel vinden. Maar door deze kenmerken weet je dat je met naakslakken te maken hebt. Naakslakken zijn heel goed op biologische wijze te bestrijden. Dat kan met aaltjes. Aaltjes zijn hele kleine wormpjes die niet met het blote oog zichtbaar zijn. Ze leven in de grond en omdat naakslakken ook met name in de grond leven, parasiteren ze daar de naakslakken. Om aaltjes toe te passen is het goed om dat op de plek te doen waar de naakslakken met name hun schade aanrichten. Je doet dat het liefst in de schemer, omdat aaltjes niet goed tegen UV-straling kunnen. Het is ook belangrijk om na het sproeien van de aaltjes nog schoon water na te sproeien, zodat de aaltjes goed in de grond komen, daar waar ook de naakslakken zitten. Hoe aaltjes tegen naakslakken toe te passen? Aaltjes worden geleverd in een envelop, in een zakje met een gebruiksaanwijzing. Het zijn heel kleine wormpjes die niet met het blote oog zichtbaar zijn en die zijn gemengd met draagmateriaal. Op het moment dat het opgelost wordt in water, worden de aaltjes actief. Het is altijd koel bewaren tot het moment van toepassen. Dit is goed voor 20 vierkante meter oppervlak van de grond. En dit moeten we gaan mengen met water. Meng ik in 2 liter schoon water. Ik roer deze 2 liter oplossing roer ik om met een spatel. Het water is lauw van temperatuur. Ik heb nu een oplossing met 2 liter aaltjes wat ik wil gaan verdelen over 20 vierkante meter. Met deze 2 liter kan ik geen 20 vierkante meter verdelen. En daarom moet ik deze oplossing verdunnen met nieuw water. Ik pak van deze 2 liter oplossing pak ik 1 liter en die meng ik met 9 liter schoon water. Af en toe goed doorroeren, omdat aaltjes een beetje naar de bodem zakken. Van deze 2 liter heb ik nu 10 liter aaltjesoplossing gemaakt. Met deze 10 liter kan ik 10 vierkante meter besproeien. Ik roer het nog een keer goed door. Deze 10 liter giet ik nu over in een 10 liter gieter. Ik heb nu nog 1 liter nematodeoplossing. Die stop ik in mijn emmer en dan doe ik opnieuw 9 liter schoon water bij. En zo kan ik opnieuw 10 liter maken, wat goed is voor 10 vierkante meter grondoppervlak. De dop zit er goed op en hier kunnen die aaltjes gewoon doorheen. Je sproeit de oplossing over de planten en ertussendoor. Omdat er nu nog aaltjesoplossing op de bladeren ligt en ze dus nog de grond in moeten, doe ik nog een gietertje schoon water erachteraan, zodat ze goed van de bladeren afstroom. Het is belangrijk om de grond gedurende een week of 6 wat vochtig te houden. Aaltjes zijn hele kleine wormpjes en die houden niet van droge grond. Die hebben wat vocht nodig om zich door de grond te verspreiden. Vochtig is niet nat, gewoon af en toe een gieter water of een buitje regen is prima.